kijkt. In deze video ga ik je mijn highlighter stash laten zien. Zoals je ziet ben ik niet in mijn werkkamer. Als je me way way back volgt, dan herken je deze achtergrond wel. Hier nam ik vroeger altijd mijn filmpjes op voordat ik een eigen werkkamer had. Dat is super leuk. Superleuk. Niet heel boeiend. Maar ik ben dus in mijn slaapkamer, want hier is mijn make-up stash. En ik ga vandaag de highlighters aan jullie laten zien. Vorige keer kon je al blush zien, lipsticks, lipgloss, lipbalsams en zo. Dus dat heb je al gezien. En vandaag zijn de highlighters aan de beurt. Ook een product waar ik enorm veel van hou. En ik ga ze gewoon allemaal aan jullie laten zien. Dit is dan weer mijn make-up stash. En als ik deze bak weer open doe, dan zitten hier mijn highlighters in. Maar niet alles past erin, dus er vallen ook wel eens wat dingen uit. Omdat ik dit gewoon een flutsysteem vind, maar dat weten jullie al. Ik ga even alle highlighters eruit halen en ze aan jullie laten zien. Dit zijn mijn Essence highlighters, helaas allemaal niet meer te koop. Dit is van een limited edition van de Metto Glam. Dit is een Sun Club, het is eigenlijk een bronzer, maar hij geeft wel een mooie glans. Dus dit wil ik dan nog wel eens in de zomer dragen, maar dit draag ik niet zo heel veel meer. En dit zijn die mooie, ik zal hem even openmaken, pareltjes. Dit vind ik echt super mooi. De highlighter zelf gebruik ik niet, maar ik vind die bolletjes gewoon echt prachtig. Dus daarvoor bewaar ik het eigenlijk. Deze draag ik wel regelmatig nog, die andere twee niet zo heel vaak meer. Highlighter is super moeilijk om vast te leggen, maar dit is de Metto Glam. Dit is die bronzer en ik heb me dan nu gefocust op alles. Maar als ik me alleen op het lichte gedeelte focust, is hij een stuk lichter. En hier, die witte streep, dat is die van Essence. En die geeft het minste pigment en kleur. Dit draag ik ook niet zo heel vaak eigenlijk. Maar deze is echt prachtig. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. En die draag ik dan ook wel regelmatig nog. Dan heb ik er drie van Ethos. Deze Baked Bronzer, die is limited edition van een paar jaar geleden. Maar die is wel prachtig. Dan een highlighter powder in gold. En nog de bronzing powder, die ik toch... Ja, ik weet niet wat het is, een blush, een bronzer, een highlighter, maar hij glanst. Dus als ik die bovenste twee gebruik, dan is het echt een highlighter. En met die onderste is hij toch te donker, maar ja, ik weet niet. Ik vind het een moeilijk product, maar ik heb hem toch bij mijn highlighters neergelegd. Deze twee zijn nog te koop en deze helaas niet meer. Deze zijn alle drie prachtig. De buitenste een beetje oranje, bruinachtig en de middelste is echt heel erg warm. En ook hartstikke mooi. De glans is ook heel erg mooi. Ik hoop dat je het goed kan zien. Mocht je nou denken, ik wil hier wat meer over weten, over een andere highlighter. Op mijn site staat een lijst met alle producten die ik nu in deze video laat zien. Met daarin ook een linkje naar een review als ik er een review van heb geschreven. Dan kan je ook gezichtsfoto's en mooier, dat je het echt beter ziet. Want dit is toch best wel lastig vastleggen. Maar dit zijn ze dus. Alle drie prachtig. Deze heb ik heel vaak gedragen in combinatie met de Floral Crunch Blush, die je dus in de vorige video kon zien. Deze draag ik sinds kort ook vaak. En deze vind ik toch moeilijk omdat het een beetje zo'n bronzer blushkleur is. Maar eigenlijk is die ook prachtig. Dan mijn twee MAC highlighters en die van Wet n Wild. Omdat dit een dupe van die is, leek het me leuk om die daarbij te laten zien. Dit is Lightscape. Die heb ik sinds kort. Er is ook deze week nog een review van gekomen. Is echt prachtig. Ja, ik vind MAC highlighters echt het geld waard. Ze zijn heel duur. 30 euro. Nou, ik weet niet of je dat heel duur vindt of gewoon duur. Ik vind dat heel duur. 30 euro, maar ze zijn echt het geld waard. Deze is prachtig. Iets koeler, maar ook wel weer warm. Dus een beetje, ja, heel lastig. In het artikel vertel ik daar wat meer over. Dan heb ik Soft & Gentle. Echt een prachtige, warme met oranje ondertoon highlighter. En dan deze van Wet n Wild Virgie. Die lijkt heel erg op Soft & Gentle. Daar heb ik ook een vergelijkingsartikel een keer over geschreven. Mocht je dat leuk vinden, kan je die lezen. Staat ook op mijn site. Alle drie prachtig. Ik draag toch deze het meest. Omdat, ja, deze lijkt wel heel veel op die. Maar deze is toch net wat mooier. Dus dan grijp ik toch eerder naar deze dan naar deze. Ja, dat hou je, denk ik. Maar alle drie prachtig. En deze draag ik echt het meest van al mijn highlighters. Wederom weer heel moeilijk vast te leggen, maar je ziet hier die licht is in ieder geval Lightscape heel licht en mooi glanzend. Maar heeft ook wel toch gewoon iets warms in zich. Dat vind ik wel heel veel bijzonder. Dan heb je hier Soft & Gentle, dus wat warmer en wat meer oranje. Ook vind ik ook heel mooi in combinatie met oranje blushjes. Eigenlijk met alle soorten blushjes, want deze is gewoon super mooi. Dan heb je die van Wet n Wild. Lijkt heel erg op Soft & Gentle, maar die is net wat minder oranje. Maar ook echt prachtig. En alle drie een hele mooie glans. Ik hou hier echt van. Dan heb ik er twee van Hema. Dit is de Body Powder of zo. Dat is een limited edition van kerst. Daar kan je dan in knijpen en dan krijg je een heel veel glitter eigenlijk over je heen. En dit is een illuminating blush, maar die heeft een hele mooie glans. Die heb ik heel vaak gedragen vroeger, dat kan je wel zien. Is nu denk ik niet meer te koop, maar anders heet die
Nummer 1 staat erop. Dus dan zal die wel nummer 1 heten. Ik weet het niet. Beide prachtig. Deze draag ik eigenlijk nooit. Maar ik vind de verpakking gewoon heel erg leuk. Ook voor foto's of zo vind ik dat dan leuk om die er dan bij te leggen met dat pompje. En deze heb ik heel veel gebruikt. En nu wat minder. Maar ik vind hem wel echt heel mooi. Dit is het. De glans die je ziet en de glittertjes. Dat komt van die HEMA poeder. Shimmering spray, zeg maar. Het is gewoon glitter eigenlijk. Dus het is leuk voor kerst om op je décolleté of over je hele gezicht te spuiten. Maar verder, moi. En deze is heel mooi zacht roze. Heel erg mooi. Geeft een hele subtiele glans. En hij kan ook wel als blush gedragen worden. Maar ik vind hem vooral heel mooi in combinatie met een matte blush. Dan heb ik nog 3 losse highlighters. Eén van Elf. Dit is Gotta Glow. Die lijkt heel erg, zeggen ze, op eentje van NARS. Deze vind ik heel erg mooi. Geeft een super mooie glans. Echt heel erg mooi en warm ook. Dit is een limited edition van Catrice. En deze is wat cooler. Heel erg mooi ook. En ik vind die verpakking prachtig. En dit geluid. Luister goed. Ja, ik hou er heel erg van. Oké. Vind ik heel erg mooi. Geeft iets minder glans. Maar hij geeft wel een mooie witte, coole waas. Dat vind ik dan wel soms mooi als ik niet heel veel glans wil, maar wel een highlighting effect. Dan kies ik vaak voor deze. En dan eentje die ik nog niet zo heel erg lang heb, die heb ik eigenlijk ook nog nooit gedragen. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Dat is deze van Mua. Maar hij heeft een hele mooie coole glans. Ja, heel bijzonder. En ik ga deze nog dragen, dus ik kan hier nog niet zo heel veel over zeggen. Maar deze 3 dus. Alle 3 prachtig. En ik draag dan deze het meest. Ik ben bang dat je het niet heel goed kan zien. Het is gewoon heel moeilijk vastleggen op film. Maar dit is Gotta Glow. Die is super mooi. Die vind ik echt prachtig. Dit is die van Catrice. Die is een beetje huidskleurig, zoals ik al zei. Niet zo heel veel glans. En die van Mua geeft echt een hele bijzondere, ja, roze-blauw-paarsige glans. Echt heel bijzonder. En zoiets zie je niet heel vaak. Zeker niet bij budget highlighters. Dus die is ook echt prachtig. En dan natuurlijk de vraag welke ik het meeste draag. En ik kan dan eigenlijk niks anders zeggen dan deze 2 van MAC. Deze is voor mijn warme dagen. En deze is voor mijn koele dagen, om het zo maar te zeggen. En af en toe wissel ik wel af met een andere. Maar dit zijn echt mijn, ja, degene die ik het snelste grijp. Ik had heel graag ook andere merken erbij willen zeggen voor de, ja, gewoon voor de leuk, maar het is gewoon zo dat ik deze het meest draag. Dus ik kan dan eigenlijk niks anders zeggen dan Soft & Gentle en Lights Coupé. Die zijn echt prachtig allebei. En dan zijn dit al mijn highlighters. Ik hoop dat je de video leuk vond. Laat dan vooral een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vind ik heel erg leuk. En laat even weten in de reactie wat je hierna wil zien. Misschien wel oogschaduw palettes, bronzers. Noem maar op. Laat maar weten. Dan kan ik daarmee aan de slag. Bedankt voor het kijken. Doeg!